Gemeente, we horen het morgenlied, Psalm 3. Dus we lezen uit de schriften het derde lied. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U, echter Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere. Verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Dit is het woord van God. De tekst voor de verkondiging is het midden van de psalm, het zesde vers. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Het thema voor de verkondiging is wakker met verwachting. Twee woorden daarbij, ondanks en omdat. Wakker met verwachting, ondanks en omdat. Gemeente, ik kan geen gedachten lezen. Misschien maar beter ook. Maar ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, ik had het jaar met meer vertrouwen willen beginnen. Misschien waren dat je mijmeringen van gisteravond en vannacht. Misschien niet eens dat je niet kon slapen van het vuurwerk, maar vanwege die gedachten. Dat je denkt, ik had zo graag iets meer houvast gewild. Voor 2024. En nu voel ik me onzeker. Ik weet het niet zo goed. Wat moet ik kiezen? Wat staat er om me te wachten? Ik zie wel bergen waar ik tegenop zie, maar ik zie eigenlijk geen weg om er overheen te komen. Ik had met meer verwachting het jaar willen beginnen. Misschien dacht je niet aan je eigen mijmeringen van vannacht. En of je die hebt gehad. Maar misschien dacht je aan de woorden van de psalm, dat je denkt, ja, is dit nu een morgenlied voor op nieuwjaar? Nou, ik had wel met iets meer vertrouwen, iets meer verwachting het jaar willen beginnen. Ik lees over velen, vijanden. Ik hoor over op de kaak geslagen, tanden stuk gebroken. Nou. Ik had wel met iets meer vertrouwen het jaar willen beginnen. Toch mag je even meenemen. Want we hebben dat kernvers, dat middelste vers gelezen, hè? Luister maar. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Wat hoor je dan? Niet één, niet twee, niet drie, maar zelfs vier keer. Je hoort vier keer vertrouwen op nieuwjaarsmorgen. Liggen, slapen, ontwaken, ondersteunen. Het zijn allemaal werkwoorden die te maken hebben met vertrouwen. Oh ja? Nou, dat weet u eigenlijk wel. Je neer gaan leggen op je bed, 's avonds. Dat heeft toch alles te maken met vertrouwen. Om maar één ding te noemen, dat je kunt gaan liggen en dat je weet, ik hoef zijn koninkrijk niet te doen komen, daar staat hij wel voor in. Ik kan een keertje stoppen. Het is een keertje goed geweest met werken, met zorgen, met noem maar op. Ik ga liggen. En of het met vertrouwen te maken heeft. Ik ga liggen en ik ga slapen. Ook zo'n vertrouwenswoord, want dan doe je je ogen dicht. Je geeft je over aan de nacht,
aan het donkerte. Nee, dat doe je niet. Je legt je in handen van Hem, de hemelse Vader. Dat Hij wel wakker is. Dat Hij niet sluimert of slaapt. Want zelf ben je er niet meer bij. Maar Hij wel. Of misschien is dat de reden waarom je niet zoveel vertrouwen hebt in 2024. Dat je denkt, ja, is Hij wel wakker over mijn leven? Of slaapt de Heere God stiekem toch? En ziet Hij mij niet? En hoort Hij mij niet? Liggen. Slapen. Ontwaken. En of het met vertrouwen te maken heeft. Er zijn er hier die kennen de worsteling. Waarom zou ik mijn bed uitkomen vandaag? Waarom ben ik er überhaupt? De dag zien als een bedreiging. Dan vraagt het vertrouwen om op te staan. En toch je klaar te maken. Toch aan het werk te gaan. En of het vertrouwen vergt. Bij het wakker worden. Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Ik kleed me toch weer aan. En dan dat vierde werkwoord. En misschien had ik het als eerste moeten noemen. Want de Heere ondersteunde mij. Iemand onder je leven. Je hebt opvang geregeld. Niet voor je kinderen, maar voor jezelf. Dat als je wankelt en je dreigt om te vallen, dat er iemand is en Hij draagt je. Ik had met iets meer verwachting het jaar willen beginnen. Maar zeg nu zelf, als je deze woorden hoort, is het dan een en al verwachting of niet? Vooruit. Toegegeven. Ja, we hebben de hele psalm gelezen. Dit vertrouwen, die verwachting, dat staat wel onder druk, ja. Het is wel een spannende psalm. Dat vertrouwen van ons, ook dit jaar, wordt aangevochten. En dat gevecht is buitengewoon oneerlijk. Wat bedoel ik? 2-1, dat is gemeen, zeg je toch, op school? Gelukkig. Maar 2-1 in deze psalm, ik heb er niet over gelezen. Het is nog veel anders. Wie had het over 2-1? Het gaat over 10.000 tegen 1. En dat is pas gemeen. Vers 2. Hoe talloos. Talloos. Vers 3. Talloos. Vers 7. 10.000. Je raakt de tel vanzelf kwijt. Tegen 1. En dat bent u. En dat ben ik. En of vertrouwen wordt aangevochten. Ja, 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 maar ik ben David niet. Ik ben toch niet op de vlucht voor mijn zoon Absalom en ik weet toch ook niks van een volksopstand tegen mij? Nee, oké, eens. U bent David niet, ik ook niet. En je bent ook helemaal niet getroost voor dit jaar dat we precies gaan uitpluizen hoe dat met David ging en wat er aan de hand was. Dat van toen en daar, dat helpt je niet. Maar dit is dan ook geen geschiedenisliedje voor toen en daar. Maar het is een lied van de gemeente. Van Israël, ja, door God gegeven. En zo is het ook een lied van Christus. De Heer Jezus heeft het meegezongen en meegeleefd. Ook op zijn nieuwjaarsmorgens. Psalm 3, geleefd, gezongen, helemaal. En het is dus ook een psalm voor de gemeente vandaag, voor ons. Of wou je zeggen dat jouw ziel niet bedreigd wordt? Dat jouw ziel wel zo veilig opgesloten is dat je kan zeggen, nou ja, velen, tienduizenden, nou, ik zie eigenlijk geen gevaar. En even voor de goede orde, voor de zekerheid, dat wordt je ziel, hè? Ziel, dat is gelukkig heel je leven. Dat is je lichaam, hoe zwak of hoe gezond. Dat is je geest, hoe zwak of hoe gezond. Dat is je verhouding tot de Heere, die doet daar helemaal in mee. Ik kan het eigenlijk beter zeggen, je verhouding tot de Heere, dat beslaat heel je leven. Je ziel is je lichaam, je geest, je leven in deze wereld, op je werk, op school, thuis, noem maar op, zo breed als maar zijn kan. Velen zeggen van mijn ziel,
Hij of zij heeft geen heil bij God. Wordt je ziel niet bedreigd? Moet ik het voor u invullen? Hoe vaak wordt het tegen je gezegd? Jij, geen heil bij God. Zeggen mensen dat tegen je? Het zal misschien nog wel meevallen. Maar hoeveel dagen zijn er waarin de gedachte zich op de gedachte stapelt? Jij, dacht jij, kind van God? Ben je soms vergeten dat? Er komt er wat. De ene gedachte op de andere. Velen, velen, velen. Een heel leger. Je ziel wordt bedreigd. Want er woekert een ziekte in je lichaam. En de ene cel op de andere stapelt zich op. Velen, velen, velen om de tel kwijt te raken. En dan ook nog eens een keertje dat lastige, ja. Dan heb je dat zieke lijf en dan het woord van God. En het lijken twee verschillende werelden die ver uit elkaar liggen. Velen zeggen tegen mijn ziel, geen hel bij God. Zijn er misschien de blikken van mensen die je klein maken? Ze zeggen niks, maar ondertussen je ziet ze denken. Velen, al die donkere gedachten, waardoor je inderdaad misschien maar met moeite kunt opstaan en voor de kinderen kunt zorgen. Denk eens aan die tanden van de goddelozen. Nee, dat zal wel meevallen, uw vast aardige buren. Maar zijn er geen roofdieren in je leven die erop uit zijn, subtiel, geniepig tot en met, om je vertrouwen op God onderuit te trekken? Roofdieren op pad, dat zoals een hond zo'n balletje kan pakken en hap, er zit die klem in die bek. Dat je als het ware zo gevangen kan zitten en je kan geen kant meer op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Moet ik het beestje een naam geven, die tanden van de goddeloze? Je zit klem in een bek, omdat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. En voor je het weet, hap, en daar hang je. Het gevaar is zo groot dat je wordt getackeld, dat je geen greintje meer voor God geeft. Want dat doen al die velen. Wat het ook maar is, wat je ziel bedreigt. Of er nou zorgen zijn of zonden, de omstandigheden. Mensen, ze halen je vertrouwen op hem onderuit, dat je het laat zitten. En dat je inderdaad denkt, ik heb helemaal geen vertrouwen. Want God, ach God, ik dacht ooit dat ik hem kon vertrouwen. Maar als hij echt het vertrouwen waard is. Gemeente, je moet de tekst maar niet mooier maken dan die is. Die vijanden komen van alle kanten. En vers 7 zegt letterlijk dat ze ook nog eens een keertje, niet alleen van alle kanten, maar ook nog eens een keertje zich van boven over je opstellen. Nou, of je ziel dan bedreigd wordt. Van alle kanten om je heen en ook nog eens een keertje van boven. Ze zijn groter dan jij bent. Je kunt ze niet de baas. En daar word je heel, heel klein van. Ga dan maar eens met vertrouwen het jaar in. Nou, eigenlijk zegt de psalm, weet je wat? Ga dan op nieuwjaarsdag maar een beetje warm lopen vast. Je warming up doen. In het geloof. Dat je toch gaat zeggen, ik lag neer en ik sliep. Ik ontwaakte. Want de Heere ondersteunde mij. Tegenover dat, je ziet het toch. Je ziet toch die vijanden. Je ziet toch dat God niet bij je is. Je ziet toch in deze wereld dat hij ver weg is. Je ziet toch wel in je leven dat jij echt geen recht hebt op genade en vergeving. Met jouw gedrag, met jouw verleden. Dacht je dat nou? Zegt die psalm daar dwars tegenin, probeer het nou eens toch hardop uit je mond te krijgen. Ik lag neer, sliep, ontwaakte, want hij ondersteunde. Zo krijgen we dit lied, dit morgenlied als een gebed, juist om te leren bidden. Je hoeft niet vanochtend te zeggen, ja, maar ik kan niet bidden, ik ben er niet zo goed in, ik weet niet hoe. Deze psalm zegt, maakt niet uit, leer maar bidden met deze woorden. Juist als je vertrouwen op de Heere weg is. Want wie deze psalm bidt, die wint aan vertrouwen.
Misschien zeg je ja, dat klinkt wel een beetje als een automaatje. Nou, zo niet. Maar het heerlijke is wel, dat is de wijsheid van God. Je krijgt woorden in de mond gelegd. Woorden die je zelf niet zo had gekozen, denk ik, zomaar. Je krijgt woorden in de mond gelegd. En als je niet weet te bidden dit jaar, bid dan deze woorden bijvoorbeeld. En dan liefst hardop. Ik weet niet of je dat doet hoor, maar dat is wel iets moois. Hardop Bijbel lezen. Het is goed voor je concentratie, dat allereerst, daar moet je nuchter in zijn. Maar ook, dat doet iets met je. Hardop. Dat je de woorden letterlijk proeft op je tong, want je hebt ze uitgesproken. Dat je ze niet meevoelt, maar ze toch zegt. En laat je dan maar verrassen door God. Dat hij dan toch dat uitspreken van die woorden zomaar kan gebruiken. Ongedacht, onverwacht. Om je weer vertrouwen te geven. Dat het heerlijke is. Dat je niet altijd de woorden uitzingt die passen bij je gevoel op Nieuwjaarsdag. Of bij je beleving. Maar dat het zo vaak anders is. En dat je daarom die psalmen hebt van God gekregen. Niet ik zing mijn gevoel nu uit tot hem. Maar zo vaak precies andersom. Het botst met mijn ervaring. Maar ik zing die woorden mij te binnen. Ik leg die woorden op mijn lippen die niet van mij zijn, maar van hem. En dat is heilzaam. Die woorden je te binnen brengen. Zeggen. Zo neemt hij onze verlangens in dienst. En dat is heerlijk. Dat zo'n lied, misschien botst het aan alle kanten, dat dat woorden geeft aan. En dat dat precies woorden zijn voor. Dat is zo bevrijdend dat de Heer dat zo vaak doet. Hij geeft woorden aan de dingen die jij niet zo goed kunt benoemen. Als je ziel wordt bedreigd. Als je leven met God verstikt. Als je lichaam pijn doet. Hij geeft woorden aan. En dat doet hij voor ons. Zodat je weet, ik ben gezien. En ik kan op hem vertrouwen. Ook in het begonnen jaar. Misschien, maar ik aarzel eigenlijk om dat te zeggen. Ik zeg, ja, maar ik herken het toch niet. Die velen die op mij afkomen, die gevaren en bedreigingen. Ik aarzel daar een beetje bij. Ik kom er zo meteen wel op terug. Maar soms moet je wel zo eerlijk zijn. Dat God je woorden geeft niet voor nu. En nee, dat is geen dreigement. Maar dat hij wel soms woorden geeft voor later. En dat je daarom beter vandaag vast kunt warm draaien. Die woorden je te binnen zingen en brengen. Zodat ze je gegeven zijn. Als je ze hard nodig hebt. Nou gemeente, wat gaan we doen? Als je voor jezelf de velen onder ogen hebt gezien. Daar ga ik wel vanuit ondertussen. Dat je het weet. De velen die op je afkomen. En die je ziel bedreigen. Wat doe je dan? Nou, de dichter doet wel wat. Er zijn velen die staan op tegen mij. En wat doe je dan? Je doet precies hetzelfde. Nee. Ik sta niet op, maar ik zeg tegen de Heere, vers 8. Sta op, Heere. Dat is krachtige taal. Komt u er alstublieft wat aan doen, want ik zie die mensen komen. Ik zie die blikken, ik zie die gedachten. En ik ga het echt niet redden. Staat u op? Dat ga je toch niet alleen uitvechten dit jaar? Of wel? Wat moet ik nou voor voorbeeld noemen? Als je nou bang bent. Laten we zeggen, je staat in een eenzame straat. En er komen drie hele grote sterke jongens op je af. En je ziet het aan hun gezichten, die moeten mij hebben. Wat ga je dan doen? Ga jij dan met je kleine knuisje zo klaarstaan, kom maar op? Dat doe je niet. Je gaat ook niet roepen om je kleinste zusje, hoe lief ze ook is. Je roept liever de naam van je grote broer erbij. Kom me helpen. Of nog het allerliefst, als papa thuis is. Die roep je. Die haal je erbij.
Gemeente, u begrijpt het wel, hè? Wat ga je doen als je al die vijanden ziet komen? Wie ga je erbij roepen? Ga je zelf vechten? Kom op. Je haalt hem erbij die het meest je vertrouwen geniet. En met recht en reden. Want dat is het beste wat je overkomen kan. Dat hij je ondersteunt, zoals vers 6 zegt. Dat geeft verwachting ook voor dit jaar. Nou, hoe ondersteunt hij dan? Je ziet eigenlijk een paar plaatjes in de psalm. Hoe, Heere, bent u dan de God die ook op nieuwjaar mij ondersteunt? Nou, vers 4 gaf het eerste plaatje. U echter, Heere, bent een schild voor mij. We zongen er al van. Een schild. Ik zou bijna zeggen, er zitten hier een paar jongens voor mijn neus. Hebben jullie thuis een schild, jongens? Zo'n speelgoed schild? Nee. Nou, iets voor je verlanglijstje. Maar een schild, dat weet je wel van het plaatje. Dat doe je zo, hè, om je arm. En als iemand wil vechten, dan kun je het afweren. En wat zegt de psalm? Het is een prachtig plaatje. Zo is God een schild om je heen. Gemeente, om eens even over na te denken op Nieuwjaarsdag. Dat besef, hè, dan duizelt het je. De Heere continu in de weer als een schild om je heen om je te beschermen. Ik maak mij druk, hij maakt zich nog veel drukker om mij. Wakker met verwachting, wat dacht je ervan? Ja, hoewel, ik moet er wel één dingetje bij zeggen. Dat schild waar de psalm over spreekt, is zo'n schild, dat kan je dus inderdaad zo aan je arm doen, zo'n rond schild. Misschien denk je, ja, maar dat vind ik een beetje eng, om het daarmee te wagen. Kijk, als er had gestaan dat de Heere God zo'n schild gebruikt, zo'n mansgroot schild, dat hij helemaal mij bedekt, van top tot teen, dan had ik wel verwachting gehad. Maar zo'n rond schildje, is dat alles? Is dat het misschien waarom je weinig verwachting hebt voor dit jaar? God beschermt een beetje weinig. Zo'n klein schild gebruikt hij. Gemeente, zou het misschien de wijsheid van de Heere zijn? Dat hij wel weet, als ik voor die jongen zo'n mansgroot schild neerzet, dan voelt hij zich onkwetsbaar, dan voelt hij zichzelf zo'n grote jongen. Dan kan hij het wel dit jaar. En daarom laat ik hem weten. Ik ben er echt met dat schild. Maar je bent dan ook compleet afhankelijk dat ik dat schild voor je hou. Want zelf ben je zo kwetsbaar als het maar kan. Ben je gewoon maar een klein mannetje. Maar hij is een schild. Gemeente, dat betekent, je hebt een schild, je hebt bescherming nodig. Want zonder hem ben je de speelbal van alles en nog wat. Misschien moet je er zelf even over nadenken. Als God je schild niet is, op welke manier je dan gewoon van de een naar de ander wordt gegooid? Je verlangens, je idealen, waar je van droomt en waar je blij van wordt. Ja, ik geef wel toe, één ding is lastig. Ik moet dan wel een keertje, zoals bij die drie grote jongens die op mij afkomen, ik moet wel een keertje help gaan roepen. En ouderen weten hoe lastig het is als je aftakelt en je moet een keertje help gaan zeggen. Ik heb hulp nodig. Maar dat weten we als jongeren net zo goed, toch? Ook in onze tijd. Ik moest er nog even aan denken. In een artikeltje afgelopen week stond dat bij de kerst één soort boeken heel goed werd verkocht. De zogenaamde zelfhulpboeken. Ik krijg van die mooie titels als Kracht van de Keuze van Kelly Wekers en dat soort titels. Maar voor de zekerheid, voordat ik op tenen ga staan, mocht je er veel aan hebben gehad, zo'n zelfhulpboek, hartstikke mooi. We hebben gisteren gezegd dat God met het goede te maken wil hebben. Nou, misschien kan ook wel via zo'n boekje. Je helpt om goede gewoontes aan te leren. Maar opvallend is het wel. Boekhandelaren die beschreven, ja, 20 jaar geleden was dit de kast met boeken over God. Die zijn allemaal weg. En op die plek staan nu dezelfde boeken. En het interessante daarvan is, het is vaak een beetje een combi van psychologische inzichten met wat we dan deftig noemen spiritualiteit. Dus het heeft ook te maken met dingen denken over van, is er meer tussen hemel en aarde? Dat vult nu de kast bij de boekhandel en die wordt dus met kerst juist goed verkocht.
Zo werd er geschreven. Het voordeel was, dat was een van de verklaringen waarom het zo goed doet, is dat het laagdrempeliger is dan naar de psycholoog gaan of naar de dominee. Dat laatste stappen natuurlijk wel. Maar toch, het is ergens wel fascinerend. Blijkbaar hebben we nog steeds bescherming nodig, maar dan gebruik ik de categorie zelfhulp. Terwijl natuurlijk het rare van die term is, het boekje laat al zien, ik red het niet alleen, ik red het niet zelf. Want je hebt zo'n boekje nodig dat die andere jou die inzichten geeft om je leven op orde te krijgen. Nou, ben je dan afhankelijk van iemand anders of niet? Je bent sowieso in 2024 aangewezen op de wijsheid van een ander. Nou, is dat een heel ingewikkelde vraag? Is het moeilijk kiezen? Als je toch aangewezen bent op iemand anders, van wie kun je dan de meeste wijsheid, het goede, het geluk verwachten? Meer dan van de Heere? Denk nog even aan dat kleine mannetje met die drie grote jongens op zich af. Dan wil je toch de sterkste, de betrouwbaarste in je omgeving. Dan wil je toch je vader in de buurt. Misschien zegt de Heere vanochtend wel, joh, je bent zo druk om zelf die dekking hoog te houden en je te beschermen tegen alle gevaren. Laat die dekking nou eens zakken. Stop er nou eens mee. Zelfverdediging. Kwetsbaar als je bent. Want je werd er ondertussen wel aardig moe van, toch? Dag in, dag uit. Je eigen leventje beschermen. Te midden van al die bedreigingen. Stop er nou eens mee. Laat je dekking zakken. En laat mij je schild zijn. En het heerlijke is, van deze Heren weet je één ding zeker. Juist wie verdrukt wordt, wie niet kan vechten, wie het niet redt in de maalstroom van het leven, daarvoor springt hij in de bres. Dat je zelf niet kan vechten, geen punt. Daar is hij op berekend. Het enige wat hij van je vraagt is, zou je niet een keertje stoppen met jezelf verdedigen? Krijg het over je lippen in 2024, dat ene woordje. Help. En ik weet het zeker. Hij ondersteunt je. Want hij heeft zijn schild maar één keertje in de geschiedenis laten zakken. Eén keer was hij niet dat betrouwbare schild dat je beschermde aan alle kanten. Eén keer liet hij een bidder staan. En u weet over wie ik het heb. Over zijn eigen zoon. Die liet hij met eerbied gesproken in de steek. Ten gunste van ons in 2024. Begrijp je dat? Ze kwamen met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen. En hij was in zijn eentje. En hij ging onderuit. Hij lag niet neer, hij werd neergelegd. Want ze wilden hem aan het kruis, wij erbij. Met ons verzet tegen God. Hij ging niet slapen. Hij werd neergelegd in een graf. Maar het is gelukkig ook deze psalm. De psalm van Christus. Ik werd neergelegd en sliep. En ik werd wakker gemaakt. 'S Ochtends vroeg. Ik ontwaakte. Opstandingsdag. En dat betekent ook voor 2024... Nu rijst uit iedere dag, 1 januari of 31 december, nu rijst uit iedere dag uw morgen. Nu wijkt uw trouw nooit meer van de aard. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen, maar het wordt je als een kind gegeven daarbij te leven. Het plaatje van een schild, maar hij ondersteunt nog meer. Heb je wel eens van het beroep van een hoofdopheffer gehoord? Ik niet. Maar dat is wat God doet. Hij heft je hoofd omhoog. En ik doe al dit gebaar. Hoe hef je iemands hoofd omhoog? Dan pak je iemand bij de kin en zeg je, kijk eens hier, omhoog. Zo ondersteunt de Heere.
Je kin omhoog, je hoofd omhoog. Dat is ook een teken van overwinnaar zijn. Als je gewonnen hebt bij het vechten, dan mag je je hoofd omhoog doen. Ik gewonnen bij het vechten? Dacht het niet. Nee, zegt de Heer, jij hebt ook niet gewonnen, maar ik schenk je wel de overwinning. Dat is nou eenmaal mijn genade. Daarvoor ben ik aan het kruis gegaan, in het graf gelegd en opgestaan. Vanwege hem, hij, Christus, klem in de kaken van de dood, in de macht van de boze. En die kaak die ging open, zijn tanden stuk, hij kwam er doorheen. En nu zegt de Heer Jezus, nu hef ik je hoofd omhoog. Ga maar eens rondkijken. Zie je nog velen van gedachten, van zonden? Zie je nog dat vele waarmee je God verdriet deed? Zie je nog dat vele dat de dood je bedreigt? Kijk eens naar die bek. Die is opengebroken. Die tanden eruit, machteloos. Kijk eens goed rond op Golgotha. Kijk eens goed rond, hoofd omhoog, bij dat lege graf op paasmorgen. Je was zo bang, hè? Je dacht, ik ben het laatste stukje ingegaan. Maar ieder jaar met mij is ieder jaar een plank van je doodskist weg. Het leven steeds meer tegemoet. Heb je verwachting nodig voor dit jaar? En dan zou je nu nog geen verwachting hebben, dan nog maar een derde plaatje. Dat is vers 5. Met mijn stem riep ik tot de Heer en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Eigenlijk is het mooier om het zo te vertalen dat het een soort van proces is. Want zo staat het er wel. Dat is niet één keertje roepen en één keertje antwoord van God. Maar dag in, dag uit, ik roep. En dag in, dag uit, hij antwoordt mij. Heen en weer, tussen de Heer en mij. Dat mag trouwens heel kort, hè, als je bidden lastig vindt. Deze bidder, David, is heel beknopt. Wat vooral overheerst is zijn naam, Heere. Heel veel meer hoef je eigenlijk niet te bidden. Krijg je dan antwoord? Jazeker. Neem de psalm maar op de lippen de komende dagen en je krijgt antwoord. Ga maar heen met die velen en kom maar terug met die woorden van hem. Je mag er verwachting van hebben. Want hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Wat is de heilige berg van God? Is er een heilige berg in deze wereld? Ja, ooit Jeruzalem. De tempel. Ja, nou denk eens door. Wat gebeurt er in de tempel? Het offer. En hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Waarom hoort God je ook in 2024? Heel kort gezegd, om Jezus wil. Daarvoor ging hij aan het kruis. Daarvoor. En dan ga ik toch eventjes naar David, één keertje maar. Want het is wel opvallend. Als we in 2 Samuel 15 lezen hoe David op de vlucht is voor Absalom, dan steekt David de Kidron over. Nou, dat is het Johannes-evangelie. Jezus met zijn leerlingen de Kidron over. De nacht van het lijden in. Dan lees je over David dat hij huilend de olijfberg opgaat. Probeer dan maar niet te denken aan de Heer Jezus. Dat gaat vanzelf. Heer Jezus, waarom stak u heel bewust dat riviertje over? Waarom koos u ervoor te lijden? Waarom huilde u daar? Biddend, of de drinkbeker van de toren weg zou mogen gaan. Hoor je zijn antwoord? Omdat ik wil dat ze in de Maranaten weten dat ook in 2024 er een adres is voor hun gebeden. Voor die woordeloze dingen die je maar beter kunt zuchten dan woorden kunt geven. Een adres voor zondaren als wij zijn. En zoals het hoofd, Christus, bedreigd is en geborgen werd,
Zo ook zo'n lichaam, wij, zijn kerk. Bedreigd, jazeker. En beveiligd, beschermd. Dan kun je liggen, slapen, ontwaken, want je wordt ondersteund. Wil je nog één keer een plaatje erbij? Ik vind het zo'n mooi gezicht, hè? Handelingen 12. Heb je die Petrus in de gevangenis? Zit hij gewoon klem, hij kan geen kant op. En niet zo'n gevangenis als bij ons. Er zullen ongetwijfeld een paar ratjes hebben gesnuffeld daar. En dan midden in de nacht komt God Petrus uit die gevangenis halen. Stuurt hij een engel, een bode. En het is zo'n prachtig detail, je ziet het voor je. Dan schijnt het engel met licht in de gevangenis. Nou zou je denken, in de gevangenis slaap je niet heel diep. Ik tenminste denk ik niet. Er schijnt licht. En Petrus wordt niet wakker. En dan staat er dat die engel Petrus in zijn zij aan het porren is. Zo kun je gerust slapen in 2024. Bedreigd aan alle kanten, ja. Maar gerust. Vanwege zijn ondersteuning. Ik kan nog wel een poosje verder slapen. Gemeente ondertussen. Ik vraag het toch maar eventjes. Hoe staat het met je verwachting? Als je nou denkt dat dit te mooi, te hoog, te onbereikbaar is. Zullen we dat niet voor onszelf houden? Maar rechtstreeks hem voor de voeten werpen, heren. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar niet voor mij. Zul je het hem zeggen? Maar misschien zeg je ja, maar ik weet het nog niet zo net. Is deze God werkelijk te vertrouwen? Ga dan vanmorgen niet wikken en wegen en nog een keertje een rondje eromheen lopen. Maar ga leven met deze God. Wat bedoel ik? Dat je het hem desnoods zegt. Heren, ik weet niet eens hoe ik bidden moet. Zal ik ze wat vertellen? Dan ben je al begonnen om te leven met hem. Dan zeg je in feite, help. Waar ik zeg, ik wil met u leven, maar ik kan niet, help mij. Dan gaan mijn handen al open naar hem. En dan begin je al te leven. Waag het er maar op. Zij houdt zijn woord vast voor dit jaar. En hij belooft erbij, ik reken niet zo met kalenderjaren hoor, en met dagen. Maar ik hou je vast tot in eeuwigheid. Waag het er maar op. En je wordt niet beschaamd. Leef met hem. Laat dat heen en weer ontstaan. Van bidden, van antwoorden. En waag het er dan maar op. Om je mond nog te houden. Om niet meer je dekking te laten zakken. En te zeggen, heren, ik heb een schild nodig. En tot slot, en dan ook het slot van de psalm. Alsof de Heere de twijfel aanvoelt, is er een prachtig slotakkoord. Alsof hij nog even zijn handtekening erop zet. Je moet zeker weten dat ik het meen met dat 4 keer V, 4 keer vertrouwen. Van liggen, slapen, ontwaken en ondersteunen. Het heil is van de Heere. Uw zegen over uw volk. En heel kort maar eventjes. Heil, dat weet je. Daarin schittert al iets van die naam, ook in het Oude Testament, Yeshua. Heil heeft te maken met Jezus. Ben je het daarmee eens? Dat is eigenlijk voldoende voor 2024, dat je het ermee eens bent, dat heil te maken heeft met Jezus. Dat je geen betere, wijzere, betrouwbare weet voor dit jaar dan hij. Dat je nergens meer zekerheid, meer fundament, meer grond onder de voeten hebt. Dat de redding, verlossing, vandaag en morgen, in ziekte en gezondheid, in geluk en tegenslag te vinden is dan bij hem. Tegen alle onheilsvoorspellingen in. Nou, hoeveel onheilsvoorspellingen hoor je wel niet? Ik heb er u gisteravond eentje voorgelezen. Velen, 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 velen. Eigenlijk is het christelijke leven wel eenvoudig, toch? Dat je zegt, het zal allemaal wel. Er is er één. Ik heb maar één naam nodig. Jezus.
Gemeente, ik wens u veel Heer Jezus toe. Dat zal zegen zijn over zijn volk. Dacht u niet? Gelukkig nieuwjaar. Amen.